Ja, heel bijzonder. Ik vond het prachtig om de Zaanse kapers te zien. Ik wist dat niet van de klederdracht uit de 18e, 19e eeuw. Dus ik heb weer heel veel geleerd. Hele mooie details. En ook heel mooi om te zien hoe de ontwerpers het mee hebben genomen in hun ontwerpen. Dat was echt heel inspirerend. Nou, is wat betreft inspiratie zie je totaal verschillende ontwerpen. Ja. Wat valt jou nou het meeste op? Wat mij het meeste opviel was dat ontwerpers ook vooral heel jong zijn. Dat gewoon een meisje van 14, twee meisjes van 16 en dan al zo ontzettend creatief. Dat zit gewoon in de genen, denk ik. Dat kan haast niet anders. Dat worden hele grote modeontwerpers later. En, maar ja, we hebben toch gekozen. En de nummer 1 is nummer 3 van Wendy Stickelorum. Nee, deze. Ja, nou, sorry Wendy. Nummer 1 is geworden de nummer 2 van Klaske Duin. De prachtige details van de hoepels die refereren naar de baleinen in de klederdracht, het gebruik van de oude materialen en hoe je erbij loopt, geweldig. Ik merk dat de mensen ontzettend positief zijn en dat ze het ook echt een toegevoegde waarde vonden dat er dit jaar een ontwerpwedstrijd was. Dus dat is wel heel leuk. Hoe gaat het met jou trouwens? Want we weten natuurlijk vroeger nog van TMF en van alle andere mooie series en van films. Maar wat doe je nu? Ik werk nu bij een christelijk platform. Dat heet New Faith Network. Daar ben ik programmamaker en presentatrice. En ik ben bezig met een goed doel. Om geld in te zamelen voor kinderen in Kaapverdië. Voor de hike van Michiel van Berkel van het programma Helemaal het Einde op RTL 4. We zijn samen gaan werken. Dus ik ben nu zoveel mogelijk geld aan het inzamelen voor die kinderen daar. En ik ben een boek aan het schrijven. En wil je al onthullen wat voor boek dat gaat worden? Ja, dat heet Dik Tevreden. En dat gaat over maagverkleiningen. Hebben we het erover?